vraag. Hoeveel euro geeft een Nederlands huishouden per jaar uit aan goede doelen? Het gaat hier dus om het gemiddelde bedrag per jaar per huishouden. Dit is volgens de cijfers van het CBF, het Centraal Bureau Fondsenwerving. Bas, ik zie je al denken. Ja. Heel goed. Mensen die meedoen met de app, vergeet niet om op bevestigen te drukken als je je antwoord hebt ingevoerd. En dat geldt ook voor de mensen hier in de studio. Ga je gang. Kijk, Bas. Geef jezelf het goede doel? Ja, meerdere. Welke? Meerdere. KWF, Nationale Postcode Loterij, dus dat hier niet gestaan. Stel je ook de goede doelen? Daarom. Ja? Ja, en hier en daar nog bij, aan de deur, zeg maar. Dus je, hebt een, je kan een bepaald beeld maken van hoeveel ze per huishouden uitgeven? Ja, ik weet niet of mijn huishouden overeenkomt met de rest van Nederland, maar ik ga ervan uit dat dat rond een tientje, misschien iets hoger dan 10 euro per maand ligt. Dus dat is 120? Ja, zoiets. Nou, dan doen we er weer een... raar getal van maken. 133 euro. 133 euro per jaar. Daar gaan we voor. Ja. 133 euro. Ja. Oké, bevestigen dan maar. 133 euro. Wat zei de crowd? 123 euro. We zitten dus helemaal niet zo ver uit elkaar. Hoeveel euro geeft een Nederlands huishouden per jaar uit aan goede doelen? 200 euro. Ja, wij zijn gewoon een heel vrijgevig land. Hartstikke goed. Ik denk dat ik goed bezig ben. Blijk heel gierig te zijn. Ja, jij misschien, ja. Nicolette, wij kunnen gewoon trots zijn, hè, als land. Ik vind dat wij heel trots mogen zijn, want in totaal gaat er gemiddeld 4,2 miljard euro per jaar naar de goede doelen. Nou, dat is echt fantastisch. Maar hier vallen bijvoorbeeld ook de giften onder van bedrijven en instanties. En als we kijken naar welke goede doelen we het meest steunen, dan is dat voornamelijk een goed doel met betrekking tot gezondheid of internationale hulp. We kijken eerst even naar de percentages. 38% voor de crowd en 33% voor Bas. En dat betekent 12 punten voor de crowd erbij en 17 voor Bas.